zojuist een zitting gehad. Het ging over een contract. Mijn cliënt die heeft een overeenkomst gesloten met een andere partij. Die partij zou voor hem wat, laten we even reclamemateriaal noemen, maken. Alleen op het moment dat dat materiaal gemaakt moest worden, zei die cliënt of die andere partij, ik heb helemaal geen overeenkomst met jou, dus ik ga dat materiaal ook niet maken. Beetje gek, hè? Want ze hadden een overeenkomst en die overeenkomst was door die andere partij zelf opgesteld en naar mijn cliënt toegezonden, zelfs met de handtekening eronder. Nou, dus mijn cliënt die had ook ondertekend en het teruggestuurd en zo kwam een overeenkomst tot stand. Die andere partij zei, nee hoor, ik heb nooit de bedoeling gehad om met jou een overeenkomst te sluiten. Het was eigenlijk alleen maar een offerte waar we nog over zouden praten, die ik aan je toezond. Nou ja, zo werkt dat niet, althans dat is het standpunt wat ik hier in de procedure heb ingenomen. In de wet wordt namelijk geregeld hoe een overeenkomst tot stand komt. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. Nou, in dit geval was het aanbod gedaan door die andere partij. Die heeft dat aanbod op schrift gesteld en aan mijn cliënt toegezonden. Ondertekent hem wel. Zo'n aanbod kan je niet meer intrekken op het moment dat het aanvaard is. Je kunt dat alleen nog maar als het nog niet aanvaard is of als jij er een bepaalde termijn aan hebt verbonden en het is pas na die termijn aanvaard. Nou, dat was hier niet aan de orde. Mijn cliënt heeft op dat moment, omdat het reclamemateriaal niet gemaakt kon worden door die andere partij, snel een ander bedrijf in moeten schakelen. Nou, dat kost hem meer geld, hij heeft natuurlijk geen onderhandelingsruimte op dat moment, omdat hij haast heeft. Dus dat zijn allemaal schadeposten. Dus wij zijn nu een procedure gestart waarin we die schade op dat bedrijf proberen te verhalen. Ja, we zullen zien. We hebben hier bij de zitting allebei kunnen vertellen wat we ervan vonden en wat het standpunt van een ieder is. En de rechter zal er nu over moeten gaan beslissen. Heb je nou ook een geschil over een overeenkomst? Dat kan, want ik hoor van heel veel mensen dat heel vaak voorkomt. Ja, dan bel ons, want vaak is het niet zo ingewikkeld als dat het lijkt. En zijn er genoeg mogelijkheden om dan alsnog een procedure te starten en je recht te halen. Wordt vervolgd. Ik hoop dat we een positieve uitspraak krijgen. Het kan ook zijn dat we helemaal geen uitspraak krijgen. Want die advocaat van de wederpartij sprak mij net nog aan. Want die zei, joh, misschien kunnen we toch nog een keer met elkaar overleggen om een regeling te treffen. Nou, wie weet lukt dat. We gaan het afwachten. Ik hou jullie op de hoogte. Doeg!